Hey mensen! Er zijn veel mensen die streven naar rijkdom, maar heeft dat wel zoveel voordelen? Nou, dat weet ik niet zo zeker, want hier zijn 10 nadelen van rijk zijn. Zo, welke auto zullen we vandaag eens even gaan kiezen? Even kijken. Idemine Mutte, een dikkere auto dan Rutte, een dikkere auto dan Klaas. Idemine Mutte, jij bent de baas. Oh, de Ferrari Spider. Nou, moet ik daar toch weer in gaan rijden? Eens even kijken. Wat is de goede autosleutel? Oh jee, nee zeg. Is het dan deze? Oh, nee. Is het deze? Ook al iets. Kom op. Nou, moet deze wel zijn. Hè? Wat is dit zeg? Oh, dit is zo irritant. Mijn leven is zo vervelend. Ook niet. Buurman, wat doet u nu? Ja, sorry, ja, ik heb dus net mijn peperdure 1500 euro Louis Vuitton t-shirt meegeritst. En ik krijg hem er niet uit. Oh jee, nee, wat erg zeg. Weet je wat, ik help je wel. Hier zit die... Even kijken. Ja, als ik dan even hier... Moet je even trekken. Dan trek ik hier, ja? Ja. Even goed trekken. Ja. Kom, trek een beetje mee dan. Ja. Trek een beetje mee. Oh, dat doet pijn, joh. Nee, Oh ja, daar komt die. Oh, hij zit echt goed. Mas, hij is echt... Trek even harder. Ja, trek ook, joh. Je moet mee trekken. Ik heb net al de hele tijd getrokken. Kom. Ja. Je moet harder trekken. Nee, ik trek toch, joh. Dag, buurvrouw. Hi. Hey. Help je nog mee, of... Ja. Komt hij. Ik voel hem al. Oh, yes. Het is gelukt. Ja, maar nu is hij helemaal kapot. Tja, dan krijg je als je zo'n goedkoop spul van 1500 euro koopt, hè. Wacht even. Dat is eigenlijk best raar. Ja. 1500 euro. Dat is een stuk duurder dan wat de plebs allemaal op AliExpress bestelt. En dan is het zo snel kapot. Ik snap dat niet. Ik vind dat raar. Nee, maar ik snap het helemaal niet. Vraag ze mij of ik het snap. Nou, snap jij het? Nee, ik snap het niet. Snap jij het? Nee, ik snap het ook niet. Vraag ze mij of ik het snap. Nou, snap jij het? Nee, ik snap het niet. Dat zei ik al. Ja, vraag ze mij of ik het snap. Nou, snap jij het? Ja. Echt? Nee, tuurlijk niet. Nou, ik dacht al, man. Maar Louise, zou je alsjeblieft even de stofzuiger kunnen brengen? Dan kan ik die hier neerzetten en dan kijken en beseffen dat ik die nooit van mijn leven zal aanraken. Marit Louise? Marit Louise! Oh, soms zou ik willen dat ik armer was en in een kleiner huis kon worden. Ja, dan bel ik wel weer. Telefoon? Waar is hij nou? Oh, ik moet snel zijn, dadelijk ben ik weer te laat. Waar is hij nou? Waar is dat hem nou? Ja? Maar Louise, zou je alsjeblieft de stofzuiger even kunnen brengen? Ja, maar schat, we hebben helemaal geen stofzuiger. Dat heeft een poetsvrouw. Maar waarom bellen we eigenlijk? Je had me dit toch ook gewoon zo kunnen vragen? Oh. Lieverd, wat is er? Ik heb je niet meer zo zien huilen sinds dat die Louis Vuitton tas was uitverkocht tijdens het shoppen. Ik voel me buitengesloten. Nou, dat kan toch helemaal niet? We hebben zo'n groot huis. Je bent gewoon binnen, hoor. Nee, niet zo. Mijn vriendinnen praten over dingen waar ik niet over mee kan praten. Honnepon, waarover dan? Ja, over... Korting! Korting? Wat is dat nou weer? Ja, nou, zo'n acties bij de Ascension en zo. Dat je dan twee dingen voor de prijs van één
krijgt. Waarom zou je dat doen? Twee voor de prijs van één. En 50% korting of zo, dat krijg je dan dat als je iets koopt, dan betaal je er maar de helft voor. Ja, ik weet het ook niet. En toen ik tegen mijn vriendinnen zei dat ik het niet begreep, toen vroegen ze of ik überhaupt wel een Nederlander was. Wat moet ik nou doen? Nou, wat je moet doen is niet zo hard huilen, want je drupt een beetje op ons Hermes stoelbekleding. En dat was 45.000 euro's, dus als je dat even wil laten, graag. Ja, zou ik doen. Nou, komt goed hè, schatje, komt goed. Ja. We leren vast wel ooit wat korting is. Nou, ik ga er voor tussen. Korting? Ik ken het niet, korting. Vraag ze maar even of ik het ken. Ik ken het niet hoor, korting. Nooit van gehoord, korting. Oh. Schat, laat dat nou aan de schoonmaakster over. Dat doet zij altijd. Ja, maar poepje, ik verveel me te pletter. Ik ben zo jaloers op alle mensen die werk hebben. Moet je zien hoe leuk die het hebben. Nou, dan ga je toch ook werken? Ja, maar hoe dan? Nou, dan vraag je aan die bouwvakker of je mee mag doen. Nou, goed. Dan doe ik dat toch? Nou, dan doe je dat toch? Ga ik even werkkleding aandoen. Werkkleding? Geen idee. Goedemiddag, nieuwe collega. Wat kan ik voor je betekenen? Nieuwe collega? Ik heb niks gehoord van een of andere nieuwe collega. Dat komt misschien omdat je gehoorbescherming op hebt. Die heb ik niet op. Oh. Ja, goed. Als jij nou alvast even de verstekbak kunt pakken, dan zaag ik hier een mooie hoek in deze plank, ja? Maar natuurlijk, komt voor elkaar. Zo, kijk eens aan. Het was even zoeken, want normaal gesproken kom ik natuurlijk nooit in de keuken, maar hier is hij dan. De bestekbak. Ja, wat ik er zelf wel. God. Goedemiddag. Vandaag gaan wij de winnaar bekendmaken van deze maand. En dat is een prijs van 5 miljoen euro hier bij de Kaasloterij. Toen ik arm was, was dit echt leuk. Maar nu voel ik echt totaal geen spanning meer. Nee, ik voel echt helemaal niks. Nee, ik voel nog steeds helemaal niks. Wacht. Bijna niets. Nou, daar gaan we dan. En zou u dat ook doen? Dat gaan we nu meemaken. Bent u? Die gelukkige winnaar. De naam verschijnt nu onder hier in beeld. Nou, gewonnen. 100.000 euro's. Nou, dat is ook niet echt de moeite waard dan. Nou, dan gaan we door naar de volgende prijs. 500.000 euro, hoppakee. Smakelijk. Alweer kaviaar? Poh. Moet ik ook nog eens gaan bewegen ook? Weet je hoe zwaar dit wel niet is, al die baantjes trekken? Nou, dan gaan we dan. Oh, het is ook al eens koud. Ik heb mijn personeel er niet aangezet. Die arme mensen moeten blij zijn dat ze bij die zijn, hoor. Kijk, nu was die pijn. Zo zwaar. Jezus, ik ben helemaal kapot, zeg. Dit is echt... Mijn rug, dat daar zo.
eigen ambulancepersoneel. Da-du-da-du-da-du-da-da. Ja, ja, kom. Ja, kom een beetje. Kom maar snel. Au, mijn rug. Ja, ja, dank je. Au, au, au. Ja, au, au. Rustig aan, hè. Ja, toppie. Ja, ja, mooi. Ja, oh, ja, oh, oh, rustig. Ja, schiet op, schiet op. Ja, zo. Ja, zo. Oh. Oh, let op een trap, een trap. Hey, ah, oh. Goedemiddag, met Jan Dillon, de multimiljonair. Hoi, met Henny. Ha, Henny. Wacht, welke Henny? Henny, de oude buurvrouw van je ouders. Oh ja, oh, wat leuk dat ik je weer spreek, zeg. Dat is lang geleden. Hoe is het met je? Ja, corona. Kan ik 2000 euro lenen? Ja. Ja, tuurlijk. Voor deze keer, ik maak het meteen naar je over, omdat jij het bent, Henny. Ja, fijn, dank je. Oké, okay. Doei. Nou, oké. Okay. Nou, oh, daar is ze. Hallo, je spreekt met Jan Dillon, de multimiljonair. Min 2000 euro dan. Ja, met Karel. Karel wie? Ja, Karel, weet je wel. De oude buurman van Henny, jouw oude buurvrouw van de Leliebloemenlaan. Oh ja, natuurlijk. Zeg, mijn dochter heeft de communie gedaan. Mag ik geld lenen? Ja, dat is wel heel erg zielig voor haar. Ja, natuurlijk mag dat. Ik maak meteen wat over. Joehoi. Hallo, met Jan Dillon, de multimiljonair. Ah, Jan Willem, goeie vriend van me. Met Jan Dillon, de multimiljonair. Ja, ik hoorde dus dat jij veel geld had. Met Jan Dillon, de multimiljonair. Hallo, is dit de rijke Jan Dillon? Met Jan Dillon, de multimiljonair, zegt u het maar. Met Jan Dillon, de multimiljonair. Je spreekt met Jan Dillon, de multimiljonair. Ja, ik ben er nu even... Oh, je hebt me door? Oké. Met Jan Dillon, de multimiljonair. Is dit Jan Dillon? Ja. Die rijke? Dat klopt. Met heel veel geld? Ja, dat klopt. Die dat zo makkelijk uitleent? Ja, dat klopt ook. Met Jan Dillon, de niet meer zo multimiljonair. Ik moet nog een boete betalen voor het hard rijden in uw Porsche. Ja hoor. Dat kan er nog wel bij. Honnefon? Hm? Ik was net in de winkel en toen stond er dat het saldo op onze creditcard te laag was. Weet jij wat dat betekent? Goed dat jullie er allemaal zijn. Ik moet jullie namelijk iets vertellen. En omdat jullie mijn echte vrienden zijn, wil ik dat jullie het als eerste weten. We zijn failliet. En ik ben blij dat jullie... Nou ja zeg. Wouter, ik ben blij dat jij in ieder geval wel blijft als echte vriend. Wouter is doof. Oh, Wouter. En blind. Nou ja. Ah, zie je nou wel? Het heeft niet alleen maar voordelen rijk zijn. Als je maar gezond en gelukkig bent. Zo, dat is wel weer heel cliché, hè? Lekker. Lekker. Aan het einde van deze video hebben we nog wat leuke bloopers, dus blijf hangen. Maar we hebben ook een hele blooper video. Daarvoor moet je naar ons teamkanaal. En wil jij nou deze hele chique, dure mok winnen? Dat kan. Laat dan in de reactie weten wat nog meer een nadeel is aan rijk zijn. En wie weet sturen we deze wel naar jou toe. In het goud. Nee, gewoon zo. De winnaar van de prijs uit de volgende video is geworden. Vond je deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. En inmiddels zijn hier afspeellijsten verschenen. Daar kun je op klikken. Klik op het belletje, klik op abonneren en bedankt voor het kijken. Later. Oh, help! Let op, joh! Ik was net in de winkel en er stond dat ik een te laag... Jezus, waarom is dat zo moeilijk? Dat is helemaal niet zo moeilijk.